van een terroristisch complot. Intelligent, verrassend en bloedstollend tot de allerlaatste zin. Ik ben Pelgrim. Misschien wel de beste thriller van het jaar. Pa, je hebt gelijk. Kwaliteit is belangrijk en een goede montage en zo, dus we gaan ervoor. Het worden kozijnen en deuren van Belisol. Maar dat is echt geweldig nieuws, jongen. Weet je wat? Je moeder en ik, wij betalen het glas. Oh, schat. Tot en met 13 september bij Belisol, het glas voor 1 euro. Belisol, kozijnen en deuren. Belisol. Kijk snel op belisol.nl. Supermarkt Albert Heijn wil dolgraag van die vreselijke plofkip af. Maar alleen als kiloknaller. Bij Albert Heijn is de plofkip geen dier, maar een stuntartikel. Stop de plofkip bij Albert Heijn. Kijk op wakkerdier.nl. Ik bestel nu al mijn boeken bij Managementboek. Boeken voor mijn team, maar ook voor mijn kookclub en de leesclub van mijn vrouw. Alles in één. Wel zo handig. Managementboek.nl. Meer boeken. NPO Radio 1. NTR. Eén op straat. Met Rob Oudkerk. En hartelijk welkom op deze prachtige woensdagavond. Eén op straat met het rauwe nieuws, ongecensureerd. En natuurlijk altijd met de betrokkenen zelf. En we staan vanavond tegenover het Feyenoordstadion in Rotterdam bij Café Benny, wat helemaal vol zit. Maar daar gaat het vanavond niet over. Vanavond gaat het over het feit dat over 4 dagen de transfermarkt in het profvoetbal gesloten wordt. En de transferbedragen reizen nog immer de pan uit. Je bijt dus een tegenstander op het WK en je wordt voor 80 miljoen gekocht door Barcelona. Suarez. Di Maria werd gisteren voor 75 miljoen, u hoort het goed, verkocht door Real Madrid aan Manchester United. Louis van Gaal heeft hem hard nodig, gezien de laatste resultaten. Is er eigenlijk één Nederlandse eredivisieclub die dat bedrag nog zou kunnen betalen? De topclubs zijn steeds internationaler, betalen steeds meer. Nederlandse clubs komen er niet meer aan te pas en gaan er gewoon aan kapot. En bovendien heeft de Nederlandse club nog nauwelijks iets Nederlands, doordat er alsmaar meer buitenlandse profs spelen. Ik durf het bijna niet uit te spreken, deze namen, vlak voor het Feyenoordstadion. Maar waar is de tijd van Keizer, Nuninga, Cruijff en Zwart? De voorhoede in een 4-2-4 systeem van Ajax. Gewoon Hollanders. Economiestudent Mels Jansaat, tweedejaars economiestudent op de Erasmus Universiteit, die vindt dit allemaal maar niks. En hij schreef er afgelopen week een fel ingezonden artikel over in de Volkskrant. Met hem praat ik zo direct, maar eerst twee voetbalfans van het eerste uur. Ferry Steenhorst, als ik zeg 75 miljoen, Di Maria, wat zeg jij dan? Ja, veel te veel geld. Maar als ik het vergelijk met andere spelers, dan is het niet meer dan normaal dat je voor zo'n speler dat wel betaalt. Maar ja, waar houdt het een keer op? Nou, waar houdt het op? Ik denk niet dat het ophoudt. Want ik denk dat dit soort spelers met al hun merchandising en dergelijke, dat het altijd alweer zijn waarde zal opleveren. Dus ik weet zo niet een oplossing. Oké, maar wij kunnen het niet betalen hier in Nederland. Dat betekent dus dat wij vanuit de jeugd nog wat leuke dingetjes hebben. En dat is het dan. En zodra er iemand getalenteerd is, hè, de hele achterhoede van Feyenoord, een paar wedstrijden, een paar goede wedstrijden in Nederland zelf, dan hup, allemaal weg voor gemiddeld 8 miljoen. Klaar, weg. Ja, wij blijven een opleidingsland en het gat met landen als Spanje en Engeland wordt steeds groter. Maar wat doen wij dan nog in Europese competities? Figuranten. We zijn figuranten. Helmin Richter, ik zeg Suarez 80 miljoen. En wat zeg jij dan? Onmiddellijk mee stoppen met die onzin. Want geen enkel mens op deze wereld is zoveel geld waard, al kan je nog zo goed voetballen. Dus stop er een keer mee en ga eens een keer andersom. Ga maatregelen treffen. Vraag mij niet precies welke nu op dit moment. Maar er moet wat gebeuren. Want dit is het einde van het voetbal, zoals ik dat dus bekijk. Als je ziet wat er bij Feyenoord gebeurt. Ik noem die ploeg omdat het stadion aan de overkant hier staat. Ja, wat er. Geweldig natuurlijk wat die jongens hebben gepresteerd daar op de WK. Gaan dan weg, helpen Feyenoord dus uit ellende. Maar heel Feyenoord is weer bezig met een nieuwe ploeg. Jongens van 18, 17, 18 jaar gaan weer hetzelfde spelletje spelen. Lopen weer 2 jaar achter de feiten aan. Want we kunnen geen spelers van dat kaliber terugkopen, omdat wij daar geen geld voor hebben. En jij zegt als het zo doorgaat is het gewoon einde voetbal. Ik vind einde sportiviteit voetbal. Het voetbal zal wel blijven bestaan. Maar het is niet sportief meer.
Als er één club is dus in Europa die dus op een gegeven ogenblik dit soort spelers heeft. En die heeft er een stuk of 5, 6. En wij moeten daartegen spelen op welke manier dan ook. Ben je bijvoorbeeld al de sportiviteit kwijt. Want je gaat erheen zonder kans te maken. Mels Landsaat, ik kondigde je al aan. Tweedejaars economiestudent. Is dat een leuke studie, economie? Een hele interessante studie. Oeh, dat is een politiek antwoord. Maar je vindt het toch interessant genoeg. Hey, je stuurde een flink ingezonden stuk in de Volkskrant. Waarom maak jij je zo druk over al dit soort dingen? Nou ja, de heer Richter heeft het zojuist al een beetje aangegeven. De competitiviteit van het voetbal staat zwaar onder druk. Ik heb gekeken naar de 10 laatste Champions League halve finales. En wat we gezien hebben is dat er maar 15 verschillende clubs hebben geacteerd op dat niveau. En waarvan de helft 3 keer of vaker in zo'n halve finale vertegenwoordigd was. Dus je kan je afvragen, is het überhaupt nog wel spannend om te kijken als je op voorhand eigenlijk al weet wie er gaan winnen? Oké, genoeg gekankerd. Daar zijn we goed in Nederland. In jouw artikel in de Volkskrant heb je eigenlijk 3 oplossingen. Ik ga ze met iedereen hier in de bus doornemen en ook nog met 2 mensen aan de telefoon. Het eerste is dat je zegt, er moet een verplichting komen om minimaal 6 Nederlandse spelers in ieder Nederlands team te laten spelen. Waarom? Exact. En dat geldt ook voor 6 Engelse spelers en 6 Spaanse spelers. Maar laten we even in Nederland beginnen. Precies. Ja. Dat voorstel doe ik omdat je dan voor juist landen als Nederland en België kan beschermen tegen clubs uit Engeland, Spanje, die vaak in handen zijn van rijke miljardairs of gefinancierd zijn op enorme belastingsschulden. Zij kopen steeds jonge spelers weg uit Nederland en België omdat ze het geld hebben om ermee te speculeren. En wanneer je ze verplicht om minimaal 6 spelers uit eigen land op te stellen, dan verplicht je ze als het ware ook om heel nauwkeurig de aankopen te doen. Oké, duidelijk. En wie moet ze dat verplichten? Mels Landsaat, tweedejaars economiestudent aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam of iemand anders? Zeker, ik niet. De FIFA is het regelgevende orgaan van het voetbal. Oh ja, de Blatter dus. Blatter, ja. Zeker. Ja, dus dan kunnen we het vergeten. Dan kunnen we het eigenlijk bijna wel vergeten. Heb je nog een alternatief? Zou bijvoorbeeld een Nederlandse regering zoiets kunnen afdwingen? De Nederlandse regering zou zeker een steun kunnen zijn, omdat deze regel niet strookt met de huidige EU-wetgeving. Die zegt, je mag niet discrimineren op grond van nationaliteit tussen lidstaten. En de Nederlandse regering zou samen met de Belgische regering en andere regeringen kunnen zeggen, nou, om de sportiviteit van het voetbal te waarborgen, zouden we voor het voetbal een uitzonderingspositie moeten bedingen. Aan de telefoon hebben wij Ad Heijsman. Hij is directeur van FC Dordrecht. Kersverse eredivisieclub. En als ik het goed gevolgd heb in Studio Sport zondag, jullie staan gewoon in het linker rijtje. Hè? Goedenavond, meneer Heijsman. Ja, goedenavond. Ja, dat is lekker hè, dat je met onze club in het linker rijtje staat. Maar er zijn maar 3 wedstrijden gespeeld. Ja, altijd bescheiden blijven. Maar over 31 wedstrijden, wat is de bedoeling? Waar eindigen jullie? Wij hopen dat we ons kunnen handhaven in de eredivisie. En dat zou een wereldprestatie zijn. Dan zijn we 3 keer wereldkampioen. 3 keer wereldkampioen. Dat is mooi. Zeg, hoeveel buitenlandse spelers hebben jullie? 2. Op de 24. En die komen helemaal uit België. Helemaal uit België. En ik hoef het natuurlijk niet te vragen. Ik ken de begroting van FC Dordrecht niet. Maar ik neem niet aan dat een Di Maria of een Suarez door jullie überhaupt in 10 jaar betaald kunnen worden. Want voor die salarissen kunnen wij 80 jaar betaald voetbal spelen. Wij hebben een begroting van 1 miljoen aan spelers. 1 miljoen. En dat betekent dat die spelers dus... jullie hebben 24 spelers. Dus die spelers... Als je gaat 24, ja. dan zit je nog niet aan 50.000 euro bruto per jaar gemiddeld. En u zegt dat is eigenlijk wel genoeg voor deze spelers. Het is altijd de kwestie dat je de tering naar de neer moet zetten. En wat erin komt, dat kan eruit. En als er niet meer binnenkomt, dan kan je ook niet meer uitgeven. Nee, die realiteit die hebben wij hier op het eiland van Doet. Oké, duidelijk. Maar nou zitten jullie natuurlijk niet alleen als FC Dordrecht in de ganse grote wereld. En die grote mensenwereld, die is boos. Hè? 100 miljoen voor Bale, 80 miljoen voor Suarez, 75 Di Maria. Kan een hele lijst van maken van al die miljoenen. Ja. Gaat het voetbal, althans de sportiviteit van het voetbal, daaraan kapot, naar uw mening? Nou, kijk, het zijn waanzinnige bedragen. Het gaat helemaal nergens over. Maar goed, als clubs dat denken te moeten betalen voor 1 speler. Ja, wie ben ik om dat tegen te houden? Ik kan het ook niet tegenhouden. Maar ik denk ook niet dat het voetbal daar kapot kan gaan. Want diezelfde Suarez of diezelfde Di Maria, die kunnen morgen geblesseerd raken. En dan spelen ze niet mee. Dus het voetbal zal er niet door aan kapot gaan. Nou, maar het is helemaal zin van de dag. Oké, nou heeft Mels Landsaat, economiestudent, in ieder geval de oplossing afdwingen van minimaal 6 Hollandse spelers per elftal. Is dat een goed idee?
Nou, op zich is er niks mis mee. En dan moet je afvragen, waar leg je het neer? Moet het er 6 zijn of moet het er 8 zijn? Daar kan je ook nog overheen twisten. Maar het aantal op zich is geen verkeerd idee. En het is niet alleen het eerste idee. Kijk, wat mij betreft moeten we gaan zorgen. We weten dat we op dit moment in een opleidingscircuit zitten hier in Nederland. Dat is op zich geen schande. Ik weet nog dat Denemarken het ook had en die werd Europese kampioen ermee. Dus dat is allemaal niet zo erg. Het enige wat wij moeten doen hier in Nederland is zorgen dat we een goede opleiding hebben. En dan moet je gaan kijken naar de onderbouw van het voetballen. En dan zou het eigenlijk zo moeten zijn, en dat zou ik een goed idee vinden, dat elke betaald voetbalorganisatie in ieder geval een eigen jeugdopleiding heeft, minimaal een tweede elftal, zodat jongens ook de kans krijgen om zich door te laten stromen in het betaalde voetbal in Nederland. Oké, duidelijke oplossing. Praten we straks verder over. Tegen wie moet Dordrecht zijn vierde wedstrijd spelen? Tegen AZ. Altijd lastig. Ja, maar ja, tegen Van Basten. Het is te doen, hè? Hebben we aan een aantal andere clubs gezien. We zullen hartelijk verwelkomen bij ons op de Kromme Dijk. Heel goed. Ik begrijp dat u aan een familiediner zit. Dank dat u even van het familiediner wou weggaan. Ik wens u een mooie avond. Graag gedaan. Okay. In de bus ook Ronald Buit, ex-voetballer, ex-trainer. Liefhebber van het voetbal ongetwijfeld. En ook nog raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Hoe combineer je het allemaal? Ja, veel ex, hè, zo combineer je het. Ja. Waar ben je voetballer geweest? Nou, ik ben op een heel bescheiden niveau voetballer geweest. Dus ik ben verbaasd dat je het noemt. Niet verder gekomen dan derde klas zondag. Dus dat is echt niet noemenswaardig. Nooit voor 75 miljoen getransfereerd, dus begrijp ik. Nee. Zeg, het maximaal aantal buitenlandse spelers bij één club. Is dat haalbaar, wenselijk? Nou, wenselijk zou denk ik zeer te overwegen zijn. Hè. We hebben het in de jaren 90, kan me nog herinneren. Barcelona van 92 had je altijd de vier sterren uit het buitenland. Koeman, Romario, Laudrup. Ik kan even de vierde niet snel verzinnen. Het is altijd de vraag wie gaat er spelen van de vier. Dus het is wel geweest. Hè. Maximaal 3 buitenlanders per team. Ik denk dat dat in het huidige voetbal heel moeilijk zal zijn. Maar ja, Europese regelgeving misschien. Ik weet het niet, maar hij heeft het al genoemd. Het is heel moeilijk. Ik zit opeens even de link te maken, maar dat komt zomaar in me op, hoor. Joost Eertmans wel eens in de bus gehad en zijn ideeën. Die zeiden maximaal 1000 mensen van buiten Rotterdam. Hè. Poorten dicht voor buitenlanders. Om het even heel vrij te vertalen. Doe ik even zeer vrij. Maar goed, ja. Jij bent ook van Leefbaar Rotterdam. Ja. Dat ligt wel een beetje in die lijn dat jullie gewoon zeggen, luister jongens, we willen ze niet hebben. Nou, dat is ook heel erg kort door de bocht. Ik ga nou niet helemaal uitleggen wat wij bedoelden met een quotum voor Oost-Europese arbeidsmigranten. Terwijl we hier heel veel mensen in de bijstand hebben, doen we een andere keer. Overigens, Feyenoord laatst. Ja, het resultaat was dramatisch, maar voor de eerste keer in 30 jaar 11 Nederlanders in de basis met een Europa Cup wedstrijd. Dus het valt op zich nog wel mee. Maar het is echt een illusie om te denken dat je deze ontwikkeling kunt stoppen. Dat kan je überhaupt gaat grenzen sluiten? Niet. Of nee. Dat kan helemaal niet, hè? En het is ook een beetje huilen als wolven. Hoe noemen ze dat in het bos? Huilen met de wolven. Als wij, hoeveel talent hebben wij niet in Nederland uit Scandinavië gehaald voor een prikkie? Hè, om onze club sterker te maken. Dat is gewoon hoe het voetbal in elkaar zit. En het enige eerlijke in voetbal is het interland voetbal. Daar zie je landen als Nederland en soms ook Turkije of Kroatië. Dan heb je gewoon geen kans om spelers te kopen. Dat is echt gewoon op kwaliteit. Daar heb je de EK en de WK voor. En die landencompetities, ja, dat is nou eenmaal een competitie waar geld heel belangrijk is. Zou je en, dat dan, dat is een aardige suggestie eigenlijk van je. Zou je dan dat niet kunnen uitbreiden en kunnen zeggen, al die clubs, allemaal beursgenoteerd ook nog, daar houden we mee op. We gaan het op die manier doen. Ja. Of gaat daarvoor te veel geld in? Nee, dat is echt. Het is een miljardenbusiness met wat hij al zei, merchandising. En het wordt steeds erger. Er gaan steeds meer mensen uit het Midden-Oosten komen. Die clubs Chinezen, die clubs gaan overnemen. Dus het is echt een illusie dat je dat kunt stoppen. En je moet het ook gewoon accepteren dat het gewoon zo is. En gewoon in Nederland een lekkere competitie voetballen met op een lager niveau. En gewoon hopen dat we weer zo'n goed Nederlands elftal krijgen. Ik wou net zeggen, met ons Nederlands elftal worden we toch gewoon derde. Mels, je tweede punt. Er moet een salarisplafond komen voor spelers bij Nederlandse club. Een soort balken in de norm, zeg maar. Exact. En dan bedoel ik niet per se een bedrag, maar wel een percentage van de omzet. Maximaal 50% van de omzet. Dat is ook geen idee waar ik zelf jarenlang over heb nagedacht. Want dat zie je gewoon in Amerika worden toegepast bij het American Football. En begrepen niet verkeerd, die spelers verdienen daar ook miljoenen bedragen. Maar daar zeggen ze wel, de helft van de omzet mag naar spelersalarissen. En met de helft doen jullie andere leuke dingen. Oké, dus zo'n soort idee. Ik heb aan de telefoon voetbalfanaat en mede-eigenaar van Swansea City, John van Zweden. John, goedenavond. Goedenavond. Ik herinner me dat jij bij Radio Brazil zat te pochen. Dat jullie de eerste wedstrijd met Swansea tegen Manchester United en Louis van Gaal, dat jullie die wel even gingen winnen. Ik geloof er niks van, maar jullie hebben het gewoon gedaan, hè?
John. Nou, John is even weg. Dan laten we, gaan we weer terugbellen, neem ik aan. Even over zo'n salarisplafond. Hè. Bij PEC Zwolle is het maximum salaris inderdaad de balken in de norm. Zeg 180.000, 200.000 euro. Niemand krijgt daar meer. Dat lijkt toch eigenlijk heel plausibel? Het lijkt mij inderdaad niet nodig als je 5 miljoen per jaar verdient met het spelen van een voetbalwedstrijdje. Maar je zit natuurlijk ook met, met het idee van de marktwerking. Van een speler verdient veel en dan komt hij bij ons voetballen. Maar door zo'n salarisplafond, wat ik dan voorstel, kan je dat misschien licht beperken. We hebben natuurlijk dat Bosman er is gezien in de jaren 90. Waardoor spelers een transfervrije status... Leg even voor mensen die dat niet weten uit wat het was. Het Bosman arrest houdt in dat spelers een transfervrije status kunnen krijgen. En dus gratis bij een club kunnen vertrekken. En daardoor werd het interessant om veel hogere salarissen te betalen. Maar die zijn nu de pan uitgerezen. En mijn voorstel probeert eigenlijk die salarissen weer een beetje te drukken naar normale niveaus. Okay. John van Zweden is terug aan de telefoon. Ik zag je net een compliment te maken dat je met Swansea van Manchester United had gewonnen. Was dat een feest om van Louis van Gaal te winnen? Ja, dat was een feest. Zeker omdat ik voor de wedstrijd van Gaal tegen Van Gaal zei dat die puntje bij mij terug naar de Haag zou nemen. Dat moest hij even omlachen. Ja. Na de wedstrijd heb ik hem niet meer kunnen spreken. Want ik denk dat hij snel naar huis was gegaan. Want die drie puntjes gingen mij inderdaad. Ja, ik had dat toen tegen jou inderdaad gezegd op Radio Brazil, omdat ik het echt gewoon dacht. Ja. Ik heb al eerder gezegd dat Manchester United is niet zo'n sterke ploeg. En wij hebben gewoon een aardig ploegje staan. Dus wat dat betreft was het voor mij niet echt een hele grote verrassing, heel eerlijk gezegd. Oké, nou heeft Van Gaal meteen Di Maria gekocht, hè, nadat die schrikwedstrijd tegen jullie. 75 miljoen. Eerst maar eens, is dat een goede aankoop? Nee. Ja, ik vind het niet. Maar goed, dat is wat, dat normaal is de trainer die bepaalt wat hij wil kopen. Maar ik ben het natuurlijk volledig eens met dit soort gekheid. Alleen die stelling, die studie, weet je, ik vind het aardig dat mensen studies gaan doen en studies ergens over uitbrengen. Maar dit is een studie die je nooit kan winnen. Want dan kun je op een gegeven moment weer een stap verder gaan. En ik kan zeggen, joh, ik wil alleen maar met bij ons bij ADO. We hebben vroeger een elftalletje gehad in de 80e jaren met alleen maar Hagenaars erin. Ja. En dan wil ik alleen maar Hagenese dadelijk terug hebben. Dat gaat niet meer. Die wereld is, die illusie is voorbij. En dat hebben de vorige sprekers ook al gezegd. Dat kan gewoon niet meer. En dat moet je ook niet meer willen. Dat is ook helemaal niet aan de orde. Wat zo eerlijker zou zijn is, als er een fair play ingesteld zou worden, wat maar continu door de UEFA van de FIFA dat daar propaganda voor gemaakt wordt, is dat de spelers salarisplafonden, wil ik dan nog ineens zeggen, maar dat je op een gegeven moment de eerlijkheid in de voetballerij terugkrijgt. Weet je? Kijk, bedragen van 75 miljoen voor Di Maria, 100 miljoen voor Bill, 90 miljoen voor Suarez, het is van de pot gerukt gewoon. Je stelt gewoon echt helemaal nergens op. En die gasten verdienen dan salarissen erbij. Gisteren zag ik een foto op Twitter voorbij komen dat hij ook nog bij het tekenen een of andere dure auto ervoor gekregen heeft. Ja jongens, dat is de wereld 2,5 ton per week. Dan moeten de mensen op de tribune betalen. Maak je daar druk om. En dat is veel belangrijker. Of er wel of niet Nederlanders in een Nederlands team spelen. Hey John, hoe groot is het jaarbudget van Swansea City? Ja. Het jaarbudget, nou ja goed, ik ga niet over budgetten praten. Ik ga niet voor zeggen dat wij misschien nog geen tiende van Manchester hebben. En daarom is het alleen maar een veel grotere kick als dat wij met ons kleine clubje het iedere keer weer voor elkaar krijgen. En ik zeg elke keer weer, ik leef in een wereld en ik snap er geen klote van dat wij het wel voor elkaar krijgen en al die andere clubs niet voor elkaar krijgen. Kijk, ik bedoel, wij halen continu de gratis spelers vandaan. Of althans, we hebben nu Gomez gehaald voor 0 euro transfervrij. De Fabianski gehaald voor 0 euro transfervrij. En daar doen wij het mee. En dat blijkt succes te geven. Alleen, kijk, en dat vind ik jammer van Van Gaal. Weet je, ik bedoel, kijk, ik heb Van Gaal hoog zitten. Maar het zijn allemaal paniekdingen in mijn ogen. Weet je, ik bedoel, kijk, Di Maria halen. Voor 75 miljoen met een weekselaars van 2,5 ton een pond nu. Weet je, waar eindigt het allemaal? Het is gewoon te zot voor woorden. En ik wil nog heel even één keer terugkomen. Wat er net gezegd werd over nationale teams. Ja. Dat je daar geen spelers mee kunt kopen. Maar die onzin is ook natuurlijk al achter de rug. Want ik ken je natuurlijk ook wel een aantal spelers opnoemen die gewoon niet... De Koesman is een voorbeeld. Dat is geen Nederlander, dat is een Canadees. Özil, dat is geen Duitser, dat is een Turk, weet je wel. Die mag... Janusai, die speelt bij België. Die kon voor 3 landen uitkomen. Ik wilde dus mee aangeven dat ook daar die wereld al ziek aan het worden is. Het is dat je zo'n vrolijke stem hebt. We worden allemaal pessimistisch van. Hey, niemand hoort het natuurlijk. Nee, helemaal niet. Je bent ook nog Hagenees. Dat hoort bijna niemand op de radio natuurlijk. Maar hebben Haagse voetbalsupporters nog wel binding met hun clubpie als ADO, als er straks misschien geen enkele Hagenees meer voetbalt? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen 2 wedstrijden bij ADO ook gezien. Ik heb de wedstrijd tegen Feyenoord gezien. Daar heb ik een schitterend ADO gezien met heel veel Haagse gastjes erin. Ik heb afgelopen weekend heb ik gekeken naar ADO tegen Groningen. Haagse gastjes erin, het publiek staan maar enthousiast over. En wij moeten als kleinere club, hè, want dan moet je gewoon ADO en ook Swansea moet je daarin zien. Wij hebben gewoon een kleinere budget en wij moeten gewoon tevreden en blij zijn.
als we eens een keer een hele grote uitslag neer kunnen zetten, of eens een keer van Feyenoord winnen, of eens een keer eens in de 3 jaar als Europees voetbal spelen of zo, dan moeten wij gewoon gelukkig mee zijn. En wij moeten ons geen illusies meer maken dat er bij ons voetballers komen voetballen voor 75 miljoen. Weet je, die wereld is gewoon, en in de Engelse Premier League, die wereld is gewoon ziek aan het worden. En als jij de illusie hebt als student of een studie op gaat doen, van wij denken dat er 6 van hetzelfde land moeten voetballen, dan kan je dat gewoon gelijk op je buik schrijven. Ze krijgen het nog niet voor elkaar. Oké, okay. En zijn andere plan dan? Dat salarisplafond, is dat haalbaar? Of raak je dan al je topspelers binnen de kostmogelijke keer? Is niet haalbaar, weet je. Ik wou dat bij jongens ook de salaris wordt ook elk jaar hoger. Wij hebben in het begin ook een salarisplafond gehad, maar daar kunnen we ons ook niet meer aan houden, weet je. Anders krijg je geen spelers meer. En zolang je het... Kijk, wat ik wel heel belangrijk vind, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste van de hele voetballerij. In de Engelse Premier League, zijn er 2 clubs die gezond zijn. En dat is Southampton van Koeman en dat is Swansea City. En dat zijn 2 clubs die alles doen met eigen geld. Weet je, we hebben geen geld van de boer. Wij doen alles met ons eigen geld. En dat is eerlijk, weet je. Dan kan je zeggen, joh, Bayern München doet dat in Duitsland al jaren. Okay. Bayern München heeft toch succes, wint de Champions League. Ja. Doet het hartstikke goed op een eerlijke manier. En of ze dan 100 miljoen aan de speler betalen, of een euro aan de speler betalen, zolang ze het met eigen geld doen, vind ik het geen probleem. Oké, John, duidelijk, blijf even hangen. Ronald Buit, je bent niet alleen voetballiefhebber, maar je bent ook politicus. Kan de politiek hier iets betekenen? Nee, het enige is mogelijk als het echt internationaal wordt afgesproken. Want als één land het gaat doen, dan ga je eigenlijk alleen maar je eigen land duperen. Want dan ga je bij jouw clubs ga je een plafond instellen, terwijl over de grenzen. Dus dan jaak je juist je spelers weg. Dus er is maar één manier waarom het heel misschien zou kunnen. En dat is gewoon internationale afspraken maken. Maar ja, wat die meneer ook al zei, dat is kansloos. En als nou, ik noem maar eens wat, de gemeente Rotterdam... Maar geloof ik niet, hè, want je mag geen staatssteun krijgen. Nee. Maar via allerlei U-bochten toch Feyenoord gaat sponsoren. Nee, dat ga ik niet meemaken. Dat ga jij niet meemaken? Nee, hoewel ik Feyenoord-sporter ben, is het ondenkbaar dat de overheidsgeld naar een club zou... Nee, het mag niet, want die staatssteun... Nee, maar ook kijk, niet via omwegen. We kennen allemaal de omwegen. Hè? Bij FC Groningen wordt gewoon het stadion voor 1 euro verhuurd. Dus ja, alles kan. Ja. PSV, idem dito, dus het kan allemaal wel. Ja. Maar jij vindt het niet wenselijk. Nee, zijn we niet. Moeten we dan niet, vraag ik maar aan jullie allemaal, met z'n allen accepteren dat Nederland gewoon een klein land is? Dat zijn we natuurlijk sowieso. Waar de clubs beperkt budget hebben. Met als consequentie dat we gewoon niet meedoen op het internationale niveau, Ferry. Ja, dat is de consequentie. Punt uit, waar. Ja, in feite wel. Je kan er heel weinig aan doen. Kijk, de sympathie voor een club hebben... Ik had vroeger altijd heel veel sympathie voor een club als Barcelona. In Frankrijk had je vroeger ook Auxerre, Arsenal. Clubs die dus met weinig budget en eigen kweek topteams worden. Daar heb ik maar iemand die in een kampioenschap of een Europa Cup koopt... door 500 miljoen euro aan spelers te kopen. Ja, ik vind dat niet knap. Om dan een Europa Cup 1 te winnen of kampioen van Spanje te worden. Gewoon accepteren. Accepteren, ja. Zo is de wereld. Het is niet anders, nee. Het is niet anders. Mels, je hebt nog een derde punt. Je wil een betere bescherming van jeugdspelers. Waarom is dat nodig? Nou ja, de heer Buit refereerde net ook al aan. Wij halen spelers uit Scandinavië op steeds jongere leeftijd. Engelse clubs zoals Manchester City en Chelsea halen Nederlandse spelers weg bij clubs. En die jongens gaan naar clubs waar ze terechtkomen, waar ze weinig kans maken op speeltijd. Want als je een Di Maria koopt voor 75 miljoen, dan komt de jeugdspeler echt niet aan bod. In Nederland hebben die jongens een veel betere kans om zich te ontwikkelen. En het voorstel is, als je nou voor ieder opleidingsjaar dat je in Nederland speelt... de club waar die hem opleidt 5% van de transferrechten geeft... met een maximum van 50%, dan heeft de club er wat aan als hij naar het buitenland gaat. De Nederlandse club in dit geval. En het is ook gelijk een rem op de club uit het buitenland om die speler te halen. Want ze kunnen er in de toekomst minder aan verdienen. Ronald Buit lijkt me een eenvoudige oplossing. Ja, dit is het meest kansrijke idee volgens mij wat hij oppert. En dat is ook inderdaad volkomen terecht. Hè. Je ziet nu echt jongens, het wordt steeds erger. Hè. Er gaan echt jongens momenteel van 12, 13 jaar. Zelfs al jonger volgens mij, die gaan nu al naar het buitenland. Gaan maar eens in Engeland kijken wat er bij Feyenoord en Ajax al weggehaald is. Dat is echt bizar. Maar dat zou op zich een hele goede maatregel zijn. En ook echt uitvoerbaar zijn. Hè. Dat is gewoon reglementen aanpassen van ieder opleidingsjaar. Het gebeurt nu al op kleine schaal, ik geloof 1% of zo, maar... Terwijl je aan het spreken was over 12, 13-jarigen die al naar Engeland getransporteerd worden, hoorde ik John heel erg op de achtergrond zeggen, is niet waar, John? Niet waar? Nee, natuurlijk is dat niet waar. Want het is allemaal, dat is ook weer zo'n onzin praat, want ik ga je dat ook uitleggen, dat is helemaal niet waar. Kijk, een speler die bij Manchester City gehaald wordt op jonge leeftijd, dan heb je het over jongetjes van 16 jaar, je mag nog niet eens, weet je, er gebeuren wel eens illegale dingetjes. Maar dat gebeurt niet. En die jongetjes van 16 jaar die bij Manchester City worden, en dan is Manchester City mijn club niet, maar ik weet wat daarmee gebeurt.
die redden dan Manchester City weliswaar. Maar die worden niet kansloos bij niks gezet. Die worden gewoon uitgeleend aan lagere clubs. Zo hebben wij spelers gehaald, zoals Leon Britton. Die is bij ons vanuit West Ham als een jong spelertje gekomen. En die begint zich op een gegeven moment, gaat hij zich bij Swansea ontwikkelen. Nou, bij Manchester City komt hij niet erin. Bij Manchester City verkeerd gegokt. En die heeft die speler bij ons gestald en dan gaat het omhoog. En dat zie je met veel meer spelers. Je ziet nou toch ook, Kiek is ook niet van PSV. Wordt toch ook weer teruggeleend aan PSV. Die jeugdspelers, het is niet zo dat ze niet aan spelen komen. Die komen gewoon maar wat lagere clubs terecht. Alleen niet zoals hij het wil. Bij Nederlandse clubs de meeste. Nee, maar in Engeland hebben ze dus wel een... daar zijn de bedragen zijn gewoon groter. Ook in de Championship of in de First Division. Dan kunnen ze meer verdienen als dat ze in de Nederlandse Eredivisie verdienen. Okay, dus jongens doen het helemaal niet zo slecht. Om te zeggen, kinderen worden gehaald, dat is helemaal niet waar. Dat mag helemaal niet. Oké, okay, duidelijk. Nee, mag zeker niet natuurlijk. Helmut Richter, je bent de oudste van ons allemaal hier. Schat ik even in. Goed ingeschat hoor ik net. Er is misschien nog een vierde oplossing, namelijk gewoon een moreel appel. He, wat nu tegen Memphis Depay is gezegd en tegen Wijnaldum bij PSV. Jongens, tuurlijk, jullie hebben fantastisch gespeeld. Maar moet je niet eerst, als je zo jong bent, even nog helpen om PSV kampioen van Nederland te maken? Daar zijn ze zondag tegen Ajax mee begonnen, zou je kunnen zeggen. Werkt moreel appel? Want ik lees net weer in de krant dat Wijnaldum misschien toch nog wordt weggekocht voor exorbitante bedragen. Of zeg je moreel appel is niet meer van deze tijd? Ik denk het niet, omdat op het laatste moment het bod wat de speler krijgt toch te groot kan zijn. En dat hij zich dan toch tot op de laatste dag laat verleiden om daar toch gebruik van te maken. Met andere woorden, iedereen is voor geld te koop. Ik denk het wel. En de enige opmerking die ik op het totaal nog wil maken is, laten we van de UEFA FIFA in iets aan gaan doen dat de schulden die de clubs hebben, denk aan Spanje even. Ja. Enorm Madrid heeft een enorme bankschuld. Waanzinnig. Dan gaat de bank die gaat er iets aan doen omdat er iets moet gebeuren. En dan zeggen de 300.000 materiëlen zeggen van wij stoppen met de bank, want jullie doen onze club omhoog. UEFA, FIFA, doe daar wat aan. Ga iets doen aan de schulden van de clubs, dat dat op een normaal niveau komt. Maar is de FIFA überhaupt bij machten om iets aan banken en staten te doen? Begrotingen kunnen dus toch daardoor in de gaten worden gehouden. Want als je toch wij doen dit in Nederland toch ook. Dus jij zegt eigenlijk, als je een schuld hebt van 100 miljoen, dat is heel simpel, dan wordt er geen speler gekocht. Misschien voor een paar die euro, prijs. Maar dat is ja. dan. Okay. Nou, voor die prijs, überhaupt geen speler. Of geen deelname aan de Champions League. Of ja, okay, dat straffen kan je daarvoor uitdelen. Ik denk dat je het daar een heel eind mee kan redden. Duidelijk. Wij hebben een aantal suggesties gehoord, mede dankzij Mels en een aantal anderen, zodat wij misschien niet binnen afzienbare tijd, binnen 5 jaar bijvoorbeeld, het voetbal compleet in handen zien komen van Rijkaard zoals, laten we ze wat noemen, Poetin, Abramovic of Mansour Bin Zayed. U kent die prachtige sheik. Ik dank jullie allemaal voor jullie deelname vanavond. Zometeen in twee dingen praat Govert van Brakel met voormalig CDA Tweede Kamerlid Theo Meijer over de vliegtuigcrash met de MH17. Ik was ooit vicevoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, maar er was maar één echte voorzitter en dat was Theo Meijer. En hij praat over de verschillen tussen de ramp nu en de Bijlmerramp in 1992. Morgen is er voetbal, dus dan zijn wij er niet. Vrijdag om 8 uur is mijn collega Marjane van den Anker terug van het strand van Barcelona. Misschien wel een mooie voetballer ontmoet haar. En dan gaat het over het basisinkomen als vervanging van de uitkeringen. Maar nu eerst het NOS Nieuws met Dielke Teertstra. NPO Radio 1. De begroting voor 2015 is rond. Volgens minister Dijsselbloem gaat het om een voorzichtige begroting waarin alles met mate is. Hij zegt dat de partijen hebben geprobeerd de koopkracht zoveel mogelijk te ontzien. Het kabinet heeft 10 dagen over de plannen onderhandeld met D66, ChristenUnie en SGP. Die partijen zijn tevreden over het behaalde resultaat en noemen de begroting evenwichtig. Zorgorganisatie Carinova uit Deventer wil zo'n 1000 mensen ontslaan. Het gaat vooral om huishoudelijke verzorgers. Mensen die geen medische taken uitvoeren, maar bijvoorbeeld mensen wassen en huizen schoonmaken. Bij Carinova werken in totaal zo'n 4000 mensen. Ruim 130 topondernemers in Schotland keren zich tegen onafhankelijkheid. Ze denken dat dat slecht uitpakt voor het bedrijfsleven en vinden dat er nog te veel onduidelijk is. In een open brief roepen ze de Schotten op om volgende maand in een referendum tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk te stemmen. En Jan Smits presenteert dit jaar het Gouden Televisering Gala. De televisieprijs wordt voor de 49ste keer uitgereikt. Komende weken kan het publiek via internet stemmen op programma's en op zijn favoriete presentator of presentatrice. Het gala wordt gehouden op 16 oktober. En dat zijn de hoofdpunten. NPO Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Dan blijken twee dingen. Er zijn twee dingen. Twee
dingen. Actueel en persoonlijk. Met Govert van Brakel. Goedenavond. De zomer van 2014 is voor altijd de zomer van de ramp. Van de ramp met het toestel van Malaysian Airlines dat boven Oekraïne neerstortte. Onder de slachtoffers bijna 200 Nederlanders. Op 10 november is er een nationale...